Welkom bij een nieuwe video van Ondernemersfonds Delft in gesprek. En dit keer vanuit de prachtige burgemeesterskamer in het stadhuis op de Markt. De plek waar burgemeesters als Van Buiten, Sasbout, Van der Dussen onze huidige burgemeester voorgingen. Burgemeester Van Bijsterveldt, allereerst, hoe gaat het met u? Naar de omstandigheden gaat het eigenlijk goed. Ik ben gezond en dat is belangrijk. Maar je bent natuurlijk als burgemeester nu op dit moment wel heel intensief betrokken bij de stad. En daar liggen natuurlijk heel veel zorgen. En ik merk wel, dat heb ik eigenlijk nog nooit zo gehad als in deze tijd, dat het je eigenlijk gewoon niet loslaat. Ja, u staat bekend als een toegankelijke burgemeester. Het wezenlijke contact met de Delftenaren vormt een belangrijk onderdeel van uw functie. Ik kan me voorstellen dat u de afgelopen maanden ook veel Delftse ondernemers heeft gesproken. Wat voor lading hebben die gesprekken? De beelden zijn wisselend. Er is natuurlijk grote zorg. Zeker bij die ondernemers die nu gewoon vanwege de halve lockdown weer dicht zijn. En ook dicht zijn geweest eerder dit jaar. Je hoort ook wel een soort wanhoop soms. Toen de avond dat de horecazaak om 10 uur moest sluiten, heb ik ook nog even een rondje met kinderen daar binnen geweest. Ja, dan zie je wel bij een aantal ondernemers de wanhoop in de ogen. Van, oh, nou ja, my goodness, nu gaan we weer dicht. En hoe lang zal het zijn en wat red ik dat? Maar wat ik ook mooi vind en wat mij ook inspireert, is dat er ook wel heel veel ondernemerskracht zit in onze stad. Dat mensen ook aan het kijken zijn, wat kan ik dan op een andere manier doen om toch uiteindelijk weer vooruit te gaan. En wat mij opvalt is dat mensen niet te lang terugkijken, maar vooral ook aan het kijken zijn van wat kan ik binnen de huidige mogelijkheden met mijn zaak doen. Dat is een goede eigenschap. Dat is mooi, dat is een hele goede eigenschap. Ja. Goede eigenschap van een typische ondernemer natuurlijk, ja, altijd in klopt. Kansen denken. Ja. U weet wat dat is, want uw vader was ook een ondernemer. Klopt. Had een toeleveringsmaatschappij in de wegenbouw en de scheepvaart. Klopt, ja. U weet dus wat het ondernemerschap voor druk en verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dan zien we de afgelopen weken ook in Delft helaas toch ook ondernemers die de keuze maken, gedwongen vaak, om te stoppen. Mm-hmm. Soms door de coronamaatregelen, soms met die maatregelen als laatste zetje. Wat zou u die ondernemers mee willen geven? Die ondernemers zou ik allereerst mee willen geven: wees fier op wat je gedaan hebt. In Nederland hangt rondom het stoppen, of maar ook rondom faillissement, hangt altijd iets van mislukking. En dat is heel onterecht, want ik vind het heel erg mooi als inderdaad ondernemersdochter, als mensen ondernemen en durven stappen te zetten die anderen misschien niet durven te zetten. Nou, in deze tijd is ondernemen ongelooflijk moeilijk binnen een aantal sectoren. En als je dan uiteindelijk die afweging moet maken, noodgedwongen vanwege de financiën of uiteindelijk rationeel alles afwegende, kijkend naar de toekomst, dat je moet stoppen, dan mag je fier zijn op wat je gedaan hebt. Maar dan hoop ik ook van harte dat mensen het op een goede manier kunnen afronden en uiteindelijk ook weer moed hebben om vooruit te kijken. Ik heb met een aantal mensen inmiddels gesproken die ervoor gekozen hebben om te stoppen. Althans, niet zelf voor gekozen, maar de omstandigheden heeft hen ertoe doen besluiten. En wat ik daar ook merk is dat ze zeggen, nou ja, ik rond dit nu af. En ik ga vervolgens gewoon rustig kijken hoe ik andere dingen weer kan oppakken. En weer op een andere manier actief kan worden. Nou, dat vind ik heel knap. Maar natuurlijk, er zijn ook mensen gewoon de wanhoop nabij. Hè? Als je gewoon financieel helemaal vastloopt en je moet uiteindelijk, kom je in een faillissement terecht. En dat zal in Nederland behoorlijk wat keren gaan gebeuren in de komende tijd. Dan is het een enorme ingreep op je bestaan. Niet alleen maar zakelijk naar je werknemers, maar ook gewoon naar jezelf als mens, je familie, je gezin. Hè? Want een ondernemer, mijn moeder zei vroeger altijd, die zaak is het moeilijkste kind binnen ons gezin. Hè, dat hoort helemaal bij zo'n gezin. Dat is helemaal geïnvolveerd en je bent er eigenlijk elke dag mee bezig. Ja, 24 uur per dag. Dus als het daar fout gaat, raakt het zoveel meer dan alleen maar het zakelijke belang. En alle mensen die erbij betrokken zijn. Dus ik hoop dat die mensen weer de moed hebben om door te gaan. En uiteindelijk weer op nieuwe wegen terecht zullen komen. Gelukkig zijn er ook nog ondernemers in de stad die het tot nu toe lijken te redden. Die creatieve oplossingen zoeken en elkaar daar ook steeds beter in weten te vinden. Ja.
Wat voor ontwikkelingen ziet u in dat ondernemerslandschap in Delft waar u trots van wordt? Dat is eigenlijk van heel klein naar groot. Hè? Wat ik bijvoorbeeld mooi vind is het prachtige mondkapje van Royal Delft. Hè? Die zegt, huppatee, ga ik die print mooi op zo'n kapje doen. Nou, dat zie ik eigenlijk op allerlei plekken gebeuren. Dat type kleinschalige creativiteit. Een organisatie als de Burgemeesters of Leijmen Cultuur. Die op dit moment bezig zijn met allerlei digitale en hybride evenementen. Dat vind ik ook heel knap en daar iets heel moois van maken. Wat ik bijvoorbeeld ook mooi vond was van Support Delft, die al die prachtige tegels binnen no time gemaakt had. Van help je boekhandel door dit nare hoofdstuk heen of laat de koffiezaak niet koud worden. He, dat soort dingen. Op naar de lokale brouwerij. Ja. Ja. Zo op die manier dan denk ik, ja, weet je, dat is ook gewoon, het bemoedigt mensen. Het is creatief. En ik denk dat er heel veel van dit type creativiteit is in onze stad. En als we die met elkaar inzetten, kunnen we elkaar ook versterken erin. Nou, de Delftse Doos is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Ondernemers die samen dingen oppakken. Maar ook het supportplatform waar ondernemers elkaar helpen. Ja. Veel mooie dingen gebeuren er. Channels zijn veel mooie samenwerkingen. Zeker, ja, ja. Toch de keerzijde van die medaille. Enerzijds kunnen we zeggen, het zijn mooie mm-hmm. initiatieven. Dat is zeker waar. Maar soms lijkt de rek er ook wel een beetje uit. En de energie. Het zijn lang niet allemaal initiatieven die voor een duurzame oplossing gaan zorgen. Hoe kunnen we dan toch samen de Delftse ondernemer of eigenlijk de hele Delftse economie ondersteunen? Nou, ik denk elkaar wel blijven bemoedigen. Want het is waar wat je zegt. Hè? Die energie die we in maart, april hadden, die is er niet vanzelfsprekend nu weer. Niet alleen rondom ondernemers, hè, maar ook gewoon maatschappelijke initiatieven in de stad. Als je kijkt wat er allemaal gebeurde, van studenten, kerken, noem maar op. Hè, we zien echt van het moet nu weer van de kant komen. Ik heb gisteren met de organisatie van studenten gesproken, van wat kunnen jullie weer betekenen in de stad? Zoveel mensen, zoveel energie die je in kan zetten. Maar het gaat natuurlijk ook om een goede ondersteuning vanuit de gemeente. Hè, we hebben de rijksregelingen, de zogenaamde TOZO die we ingezet hebben. Nou, daar hebben wij echt gekozen. Daar ben ik ook heel trots op. Trots op onze organisatie, hoe ze dat gedaan hebben. Voor heel snel inzetten van die uitkeringen. Eigenlijk elke ondernemer het voordeel van de twijfel gegeven. Niet alles eerst helemaal uitgezocht. En ik heb van ondernemers ook teruggehoord. Dat hielp hen heel goed om toch heel snel gewoon geld te hebben. En daarbij draaiende te kunnen blijven. Nou ja, als gemeente kijken we ook naar ons eigen vastgoed. We hebben ook in het kader van de huren het nodige gedaan. Maar wat bijvoorbeeld ook belangrijk is, is dat Bas Vollebrecht, onze wethouder economie, nu alweer met een aantal mensen om tafel zit om te kijken naar het herstel van die bezoekerstoerisme. Wat voor ons zo belangrijk is. Ik hoor het niet alleen bij de horeca, maar kort ook bij de winkels. Er zit een enorme uitwaaiering in het feit dat wij toeristen hebben en dus ook als we ze niet hebben. Dat geldt niet alleen voor de binnenstad, maar ook dat geldt voor de hele. Dat geldt echt. Dat heeft zijn uitwerking naar de hele stad toe. Ja. Maar ik vind het ook belangrijk om met elkaar te kijken. Daar is ook vanuit de gemeente men volop mee bezig van kunnen we veel meer lokaal kopen. He, dat we voorkomen dat als er nog een verdere lockdown zou komen, dat we allemaal weer naar bol.com gaan. Nee, we hebben hier gewoon heel veel mooie zaken. En het zou heel goed zijn als we die krachten nog sterker zouden kunnen bundelen. Daar kan je ook als gemeente aan bijdragen natuurlijk. Zeker, we kunnen stimuleren. We hebben ook aan diverse initiatieven op het vlak van het versterken van de ondernemers in de afgelopen tijd ook financieel steun gegeven. Het zal altijd ondernemerschap moeten zijn wat gewoon de basis is. Creativiteit, doorzetten, ondanks problemen toch weer kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Maar we willen wel dat vanuit de gemeente, en dat gebeurt ook volop, dat zo goed mogelijk steunen. Ja. Wat kan de gemeente dan daarin op lange termijn zelf ook nog betekenen? Nou, in ieder geval om na te denken over die lange termijn. Want het gevaar van het vandaag, hier en nu, ik merk het ook bij heel veel gesprekken met mensen. Mensen zijn zo bezig met wat er vandaag gebeurt en corona en hoe zal het morgen en overmorgen en de volgende persconferentie zijn. Is niet gek. En dat is heel logisch, want ja, het raakt je heel direct. En mensen zijn dus vaak heel gespannen van wat komt er op ons af. Maar voor ons als gemeentebestuur is het belangrijk om daar oog voor te hebben, daar ook te ondersteunen, initiatieven te ondersteunen, maar ook verder weg te kijken en echt die stip op de horizon in de gaten te houden. En dan hebben we gewoon als Delft een aantal belangrijke doelen met elkaar gesteld. Wij willen een sterk toerisme hebben in de stad. Niet ongebreideld, maar juist ook gericht op cultuur, wat past en historie bij de stad. Daar moet je ook
in blijven investeren. Voor als het straks weer kan. Ja. Zeker, en dat geldt ook voor de kenniseconomie. Wij moeten ook in techniek en in de dingen die hier gebeuren, ons belangrijke ecosysteem, waar heel veel bedrijven in Delft afhankelijk van zijn, daar moeten we in blijven investeren. Start-ups, scale-ups, heel erg belangrijk. Mobiliteit moeten we ook actief op blijven bewegen. Volkshuisvesting, de woningen bouwen die maken dat we een kapitaalkrachtiger bevolking krijgen, is belangrijk voor Delft naar de toekomst. Nou, die lijnen moeten we niet loslaten. Daar moeten we in blijven investeren. En dat doen we nu ook met de komende begroting. Ondanks het feit dat Delft het financieel lastig heeft en dat deze tijd moeilijk is, hebben we toch gezegd, in die lijnen willen we blijven investeren. En niet alleen maar in dit soort typisch economische aspecten, maar ook in initiatieven van mensen, in de kracht van de samenleving. En ik vind dat ook als burgemeester heel erg belangrijk. Delft moet uiteindelijk zo sterk mogelijk uit deze periode straks weer voort. Ja. Uiteindelijk kunnen we dus misschien wel stellen dat ondernemerschap essentieel is in dat herstel op lange termijn. Daar zult u het vast mee eens zijn, gelovend in het eigenaarschap van mensen waar u het over heeft. Wat zou u als laatste boodschap die Delftse ondernemer nog mee willen geven voor de komende tijd? Houd moed. Probeer creatief te zijn. Zoek samenwerking met anderen. Dat valt me ook op, dat als je de krachten bundelt, dat je heel veel kan. Weet ook dat je voor advies en steun natuurlijk ook bij ons als gemeente terecht kan, maar ook bij elkaar. En ja, wees ook wijs in je afweging in die end. Ik sprak ook met een aantal winkeliers die zeiden van, ik had het nog wel even gekund, maar ik moest weer opnieuw mijn 5-jarig contract tekenen. Daar heb ik gewoon voor mezelf de knoop voor doorgehakt. Dat doe ik niet. Ja. En dat is heel verdrietig, ja. Dat is heel pijnlijk. Maar dat is soms ook wijs. Dat soort afwegingen horen er ook bij. Ik denk dat we daar gewoon eerlijk in moeten zijn. Je wordt gedwongen om heel eerlijk naar jezelf ook te kijken. Daarom, anders kom je jezelf tegen en je werknemers komen er tegen. Ja, je wordt echt gewoon toch op je eigen situatie teruggeworpen. En vandaar moet je kijken wat is mogelijk en wat niet. Maar zoek wel contact met anderen en overleg en spar. Zodat je misschien toch met elkaar verder komt dan dat je in het begin had gedacht. Vind ik een mooie boodschap om mee af te sluiten. Burgemeester van Bijsterveld, hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. En u hartelijk dank voor het kijken. Mocht u nou op de hoogte willen blijven van alle laatste ontwikkelingen op ondernemersgebied, word dan lid van de ondernemersnieuwsbrief van gemeente Delft. Of ga naar www.ondernemersfondsdelft.nl en word lid van het ondernemersplatform Chainos. Voor nu, het allerbeste.